Aveti omnes, dat is Latijn voor dag iedereen. Tot u spreekt de leraar Latijn en Grieks, want in het eerste leerjaar van de eerste graad maak je kennis met de twee oude wereldtalen, het Latijn en het Grieks. En daarom heet mijn vak niet Latijn, maar klassieke talen. Dit is ons handboek. Het heet Pegasus. En omdat het voldoet aan de nieuwe leerplan, staat ook het Latijnse woordje nogos erbij. En nogos betekent nieuw. In de les Latijn staan we heel vaak stil bij cultuur. Zo vertel ik regelmatig een verhaaltje. En een verhaaltje bij de Grieken en de Romeinen, dat heet een mythe. De Romeinen en de Grieken gebruikten deze verhaaltjes om natuurverschijnselen uit te leggen aan hun leerlingen. Hier bijvoorbeeld zie je het meisje Arachne. En Arachne kon enorm goed weven, zodanig goed dat ze van zichzelf zei: ik ben beter dan de godin Athena. De godin Athena nam dit niet en wou haar straffen. En strafte haar met datgene wat ze het liefste deed, namelijk als spin mocht ze blijven weven tot haar dood. Arachnefobie, angst voor spinnen, is afgeleid dus van het meisje Arachne. Ieder hoofdstuk, en we hebben er 9, heeft ook een cultuurles. Daar kom je heel wat dingen te weten over de ontspanning bij de Romeinen, zoals de gladiatoren spelen en de wagenrennen, maar ook over het politieke systeem bij de Romeinen, over het onderwijs bij de Romeinen, over het huwelijk bij de Romeinen. De leerlingen moeten ieder jaar ook een cultuurwerkje maken over een onderwerp naar keuze. Hier zie je een aantal pareltjes van vorig jaar. Eentje heeft een maquette gemaakt van de Romeinse tempel. Hier zie je een mozaïek van Alexander de Grote. Een mozaïek bestaat uit kleine steentjes, maar deze leerling heeft dit gemaakt via haar hobby het kantklossen. En zo de indruk gemaakt van een mozaïek. Dit is een triomfboog. Dit kent u waarschijnlijk ook wel, namelijk het Colosseum in Rome, waar de gladiatorenspelen plaatsvonden. Let op het gebruik van kurken. Dit is een zeer bekend gebouw tegenwoordig in Rome, het Pantheon. Het was oorspronkelijk een tempel voor alle goden, maar in de middeleeuwen een kerk geworden. En de Romeinen en de Grieken die speelden ook graag toneel en die gebruikten daarvoor een masker. En dit is een prachtig exemplaar van een komisch masker. Latijn is natuurlijk een taal en daarvoor heb je de woordjes nodig. De invloed van het Latijn op de moderne talen is enorm. Hier zie je een paar voorbeeldjes in ons eigen Nederlands, het Frans en het Engels. Als de Rode Duivels hopelijk nog een finale ooit spelen, dan spelen zij de eindwedstrijd in een toernooi. Dit komt van het Latijnse woordje finis en finis betekent einde. Of nog eentje, als je iets gratis krijgt, dan moet je dankbaar zijn. Wel nu, dit komt van het Latijnse woord gratus en gratus betekent dankbaar. Naar het Frans. Venire in het Latijn betekent komen, daarom betekent venir in het Frans komen. En als u een beetje ziekjes bent, dan ben je in het Frans malade, maar dit komt van het Latijnse woord malus en malus betekent slecht. Als je ziek bent, dan voel je je slecht. Het Engels heb je nog het meest succes, want 70% van de Engelse woorden komen rechtstreeks van het Latijn. Face kennen jullie allemaal, namelijk het woordje gezicht. Dit komt van het Latijnse woord facies. Brexit, zeer actueel de laatste weken, komt van het Latijn. Ik zou zelfs durven zeggen, zonder de Romeinen was er van de Brexit geen sprake. Want toen de Romeinen het land veroverden, noemden ze het Britannia, vandaar de Bre. En exit, het Engelse woord voor uitgang, komt van het Latijnse woord exitus, uitgang. De Britten gaan eruit. En voor de iets wat oudere mensen onder ons, temptation komt van het Latijnse werkwoord temptare. En temptare betekent beproeven, op de proef stellen. Dus als je relatie op de proef wil stellen, dan moet je naar Temptation Island. Met woordjes alleen kun je geen zin maken. Ik, spreken, jullie, dat is geen mooi Nederlands. Dus heb je een beetje grammatica nodig. In het eerste jaar zijn we vooral bezig met het zelfstandige naamwoord en het werkwoord. Servus is het Latijnse woord voor de slaaf. Maar als je deze oes, dat noemen wij de uitgang, verandert naar een i, betekent dit plots van de slaaf. Maar van het woordje van is er geen spoor. Het zit verborgen
en de i. En als je deze i vervangt door een o, dan krijg je aan de slaaf. Ook hier is het woordje aan nergens te zien, het zit verstopt in de o. Hetzelfde hebben we ook bij het werkwoord. Amari betekent houden van, vandaar in het Frans l'amour, de liefde. Als je het werkwoord laat eindigen op moes, dan betekent het wij houden van. Tis betekent jullie houden van en nt betekent zij houden van. Maar opnieuw is er van de wij, de jullie en de zij geen spoor. En hetzelfde heb je ook bij het geslacht. Als een Latijns woord op oes eindigt, dan heb je een man. Als een Latijns woord op een a eindigt, heb je een vrouw. Dus zoals in het Frans, met masculin en féminin, heb je de un en de une niet nodig. Je ziet het aan de uitgaan. Deus, dat is een god. Een dea is een godin. Amicus, in het Frans betekent l'ami een vriend. Dus betekent amicus een vriend, maar amica een vriendin. Filius is een zoon, filia is een vrouw. We hebben ook een klein beetje Grieks. Belangrijk aan Grieks is dat we de letters leren herkennen. Die worden anders geschreven dan bij ons. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. In het Nederlands A, B, G, D, E. De letters moet je kunnen herkennen en ook kunnen schrijven. Net zoals bij het Latijn heeft het Grieks een enorme invloed gehad op onze eigen woordenschat. Een bibliotheek is een Grieks woord. Biblion betekent boek. Theek komt van het werkwoord plaatsen. Dus een gebouw waar je boeken plaatst is een bibliotheek. Onze eigen Kinépolis in Brugge. Polis betekent stad. Kiné komt van het werkwoord kinein, bewegen. Denk aan de job kinesist. Dus staat er de stad van de bewegende beelden. En Decathlon is bij ons een gekende winkel waar je alle gerief van alle soorten sporten op de kop kunt tikken. Decathlon is het Griekse woord voor tienkamp. 10 verschillende atletiek wedstrijden. Met de letters die je kunt herkennen is het ook de bedoeling dat u de Griekse woorden leert lezen. Het eerste woord lees je als skolle. Als je goed luistert, skolle, dan hoor je het woordje school. Ons woordje school komt van het Griekse woord skolle. Het leuke is, skolle betekent bij de Grieken vrije tijd. Het tweede woord lees je als tekne. Volgend jaar heb je allemaal het vak techniek. Tekne betekent bij de Grieken vaardigheid. Inderdaad, als je een nagel in een plankje moet kloppen, dan moet je vaardig zijn en niet op je vingers slaan. In het derde kan je allemaal, als ik het uitspreek, dan ga je denken aan Griekse yoghurt, namelijk oikos. Maar oikos is het Griekse woord voor huis. Een ander woord met oikos is oikonomos, de wet van het huis, en vandaar komt het vak economie. Als je sterk bent in taal, en als je sterk bent in wiskunde, dan is de kans groot dat u het advies krijgt om Latijn te doen. En als je Latijn zou volgen, dan heb je enorm veel voordelen. Hier staan er een paar. De kennis van je eigen moedertaal gaat enorm de hoogte in. Bijwoord, voegwoord, leidend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling zijn zaken die jullie nog niet kennen, maar die in de Nederlandse les worden aangeleerd. Wel nu, iemand die Latijn volgt, kent deze begrippen reeds lang voor de leerkracht Nederlands erover begint. Na de tweede graad, dat betekent na uw vierde jaar middelbaar, is de overstap naar wetenschappen wiskunde perfect mogelijk. Dit betekent dat je de definitieve keuze voor wetenschappen eventueel kunt uitstellen tot na je vierde jaar. Later heb je ook enorm veel studiekeuzes. Latijn kun je combineren later met wetenschappen, of met moderne talen, of met wiskunde, en met wiskunde-wetenschappen, want dit is wel uniek. Op Sint Leo Hemelsdalen hebben we een richting wetenschappen-wiskunde met Latijn en wetenschappen-wiskunde met Grieks. Ik besluit, zoals ik begonnen ben, met twee Latijnse woorden, namelijk salvete omnes. Dag iedereen!